Nummer 42. Nummer 42. Nummer 57. Nummer 57. Sjof van Beek, initiatiefnemer van deze bingo. Hoe kwam je zo op het idee? Ja, we hebben een horecazaak en die is helaas gesloten. We doen alleen wat afhaal en ja, dan ben je door de week wat eerder vrij. En wij organiseren daar altijd de bingo, mannenbingo, vrouwenbingo. En toen zat ik op de bank en ik heb zelf 3 kinderen. En toen dacht ik van ja, nou is klaar, we moeten wat bedenken. Dus toen dacht ik, weet je wat, we gaan gewoon een bingootje doen. En dan vanavond op straat en was gelijk eigenlijk vanaf het eerste uur een succes. Dus die kinderen moeten bezig gehouden worden. En toen dacht ik, dat concept kan ik ook wel toepassen op de hele straat. En nu is de hele straat eigenlijk blij dat ze bezig gehouden worden. Ja, ik vind ook dat, daar zijn alle ouders blij mee als ik dat zo hoor. En de kinderen die staan om 6:15, we beginnen om 7:00. En om 6:15 zie je de eerste tafeltjes en stoeltjes al naar buiten komen. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Nummer 19. 19. Bingo. Bingo, al heel lang. Nou, dan mag je naar me toe komen. En dan mag je daar iets moois uitzoeken. Ja, daar gaan de snoepjes. Jammer jongens, de snoepjes zijn eruit. Applaus. Dames, jullie kijken blij. Volgens mij vinden jullie het heel erg leuk, die bingo, of niet? Ja. 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 Wat is er zo leuk aan? Het is gezellig. Je zit nog steeds gewoon bij elkaar. En je bent toch een beetje buiten. Dus dan is dat ook wel lekker. Heb je al wat gewonnen? Nee. En dat is natuurlijk wel jammer. Of is dat misschien niet het belangrijkste? Nee, ik vind het leuker gewoon voor de lol. En nummer 68. Hé, wat vinden jullie van dit initiatief? Want zoiets gebeurt natuurlijk nooit, hè? In deze straat. 34. Is het een goed idee? Ja, ik vind het wel. Dan heb je ook wat te doen. Anders zit je alleen maar achter apparaten. 74. Mevrouw, u woont hier in de buurt. Ja, dat klopt. Heeft u al bingo, moet ik eerst vragen? Ik nog niet, maar gisteravond hebben we ook een bingo gehad bij ons in de straat. Waar John dan ook bij is om de bingo te houden. Het had een van de dochters bingo. Voor de volwassenen is het ook wel leuk, hè? Want volgens mij ontmoeten we elkaar nu ook net wat meer. Dat klopt, ook wij doen dat op gepaste afstand en drinken dan even een kopje koffie met elkaar. En blijven eigenlijk de hele bingo hangen en gaan ook niet naar huis en kletsen even bij met elkaar. Dus dat is ook heel fijn. Wat een succes, hè? Ja, zeker een succes, want je mist elkaar in die zin wel een beetje, hè? En het sociale leven is toch wat minder, want je bent zorgvuldig en je blijft thuis. Dus dat is toch fijn om elkaar op deze manier dan te ontmoeten samen. Ja. Bingo!